Tegenwoordig leven we in een tijd dat alles zo ontzettend snel gaat. We zijn constant druk bezig met werk en komen nauwelijks aan onze rust toe. Voor mijn ultieme reis naar rust en gezondheid ben ik afgereisd naar Kwaadijk om een heerlijke sessie te ondergaan bij Total Into Wellbeing. Nou, wat we doen, we proberen eigenlijk... Mensen hebben heel veel stress en we proberen hier rust te brengen. Ja. En zoveel mogelijk mensen helpen om in hun kracht te komen. Ja. En hun energie in balans te brengen. Dat is tegenwoordig wel echt heel erg belangrijk, want we leven in zo'n stressvolle tijd eigenlijk. Ja, ook met internet en zo. Ja, precies. En heel veel mensen weten toch zelf niet zo goed. Hè? Ze willen daar best wel tijd aan besteden, maar ze weten eigenlijk niet hoe doe je dat. Ja. En dat is wat we hier doen. We geven mogelijkheden aan dat je ook thuis dingen kan doen om in balans te blijven. En om je energie weer op te bouwen. En dat is wat mensen heel fijn vinden. Marcelle vertelt me alles over de blokkades die mensen hebben in hun lichaam. Bij de sessie stemt zij zich volledig af op het energiesysteem van de betreffende persoon. Hoe meer je in balans bent, hoe meer de energie kan gaan stromen. En dat is toch uiteindelijk wat iedereen wil. Marcelle heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en behandelt mensen zelfs op afstand. Dus voor de kijkers die niet in de buurt wonen van Kwaadijk, is het toch nog mogelijk om deze bijzondere sessie te ondergaan. Ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig geworden en ik hoop dat ik het zelf mag gaan ervaren. Als je met je voeten op de grond zit, dan ga je lekker aarden. Zijn er aandachtspunten, Stephanie, waarvan je denkt van nou, het zou wel fijn zijn als dat een beetje in balans komt? Nou, wat ik wel vaak merk, en ik denk dat het ook is omdat ik veel achter mijn telefoon zit, mijn werk, dat ik heel veel met mijn nek zo naar beneden zit constant met mijn telefoon. En ik heb wel echt wel... altijd dat mijn schouders en mijn nek echt wel vast zit. Oké. Nou, helemaal goed. Gaan we daar extra aandacht aan besteden. En alles wat ik verder tegenkom, dat nemen we natuurlijk mee. Ja. Toen ik mijn ogen dus dicht deed, en het viel me helemaal niet op, alsof mijn lichaam dat zelf deed. Mijn vingers gingen de hele tijd omhoog. Ja, nou het mooie is wat je hebt ervaren. Ja. Is eigenlijk je innerlijke wijsheid. Ja. En dat klinkt dan allemaal, maar dat is gewoon, wat je hebt ervaren. Het is heel gek, want in een korte tijd, want het is een korte behandeling die je dan nu hebt gegeven, gebeurt er best wel veel in mijn lichaam. Ja, omdat je ontspant. Ja. En dan laat je dus zeg maar met je gedachten, laat je los. Dus dan ga je naar je onderbewustzijn. Ja. En dan kom je bij je innerlijke wijsheid. En die zegt dus, ontspan die vingers. Ja. Ontspan die nek, ontspan die schouders. En je hebt nog iets voor me in petto, toch? Dacht ik. Ja, Stephanie. Als je hier bent, dan gaan we ook even wat oefeningen doen. Ja. En dat is wat we normaal gesproken ook echt doen. Mm-hmm. Op basis van wat we dan ervaren samen, zijn er ook altijd oefeningen die je thuis kan doen. Okay. Waardoor je niet alleen hier in een betere balans kan komen. Ja. Maar ook gewoon thuis. Oh, dat vind ik wel fijn, want dan kan ik dat gewoon voortzetten als ik... Zullen we dat dan maar... Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Opzokken. Veel lekkerder. So you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours, yeah. Het is heel interessant om elke dag, als je de mogelijkheid hebt, een aantal minuten in het gras te staan. Ja. En waarom? Omdat de elektriciteit, de hele dag zitten we tussen de elektriciteit van de computer, van de telefoon. Mm-hmm. Op het moment dat je met je blote voeten in het gras gaat staan, trekt die elektriciteit uit je lichaam het gras in. Ja. En dan word je dus ook alweer lichter. Marcelle legt me alles uit over de verschillende oefeningen en energiesystemen in mijn lichaam. Eerst gaan we het lichaam losmaken en opwarmen, wat ook wel bouncen wordt genoemd. Ik ga er helemaal open in en voel meteen al het verschil. De oefeningen zijn vrij makkelijk aan te leren, zodat ik ze ook iedere dag thuis kan uitvoeren. Een paar minuten per dag zou al een groot verschil maken. Everything's reminding me of you. Nou, ik voel me gewoon weer echt helemaal zen. Wil je nou ook optimaal in balans komen? Kijk dan even op onze website www.rtl.nl/thedutchway.
Nou, we zijn nu een maandje verder. Het heeft echt heel erg goed gewerkt. Na Marcelle haar oefeningen ben ik het ook thuis gaan doen. En ik deed eigenlijk al iedere dag een half uur yoga in de ochtend. En ik heb eigenlijk nu haar oefeningen verwikkeld in mijn yoga oefeningen. En ik merk gewoon dat het heel erg werkt. En nu is het nog misschien een beetje te koud, maar op de warme dagen dan ga ik nog wel eens naar het Vondelpark. En dan ga ik gewoon echt, wat wij toen ook hebben gedaan, in het park staan op het gras met mijn blote voetjes. En dan doe ik die oefeningen zelfs nog met vriendinnen ook nog. En die vinden het zo leuk, want je merkt gewoon even dat je een moment voor jezelf hebt. En dat je even helemaal tot rust komt en helemaal ontspant en even gewoon bij jezelf komt. Dus ik merk gewoon heel erg het verschil met die bepaalde oefeningen ook buiten. Dat dat echt helemaal mij gewoon weer positief maakt en positieve energie geeft. Ik ben nu weer een stapje verder in mijn ontwikkeling van mijn leven. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dikke kus voor jullie.